Waar komen alle andere rijstsoorten van de marrons vandaan? Is het antwoord op de vraag waarop een team van Naturalis Biodiversiteitscentrum in Leiden, Nederland, naar op zoek is. Deze vraag stond gisteren centraal bij het seminar Marronreis, 370 jaar migratie op een reisveld. Die is gehouden op de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Professor Tinde van Andel zegt dat onderzoek tot nu toe heeft uitgewezen dat de zwarte reis van de marrons komt uit Ivoorkust, West-Afrika. En onze vraag is nu, waar komen alle andere reisten van de marrons vandaan? Ze kunnen ook meegekomen zijn in Afrika. We horen van de marrons dat hele dappere vrouwen rijst in hun haar hebben gevlochten toen ze van de plantage naar het binnenland zijn gerend. Maar we hebben ook gehoord dat mensen op een savanne, op een mysterieus moeras, ook wilde rijst gevonden hadden. Waarvan men zegt dat een apoku bosgeest hem heeft gekweekt. Maar we hebben ook begrepen dat sommige rijst misschien uit South Carolina, uit de US, naar Suriname is geëxporteerd. En heel veel verschillende marrongroepjes die weggelopen zijn van de plantages, zijn vertegenwoordigd in de namen van de rijst. Dus telkens ontvluchten er een paar mensen en telkens namen ze rijst mee. Heel veel dames. Dus veel rijsten hebben de naam van een mevrouw die we eigenlijk in de archieven niet meer terug kunnen vinden. Nicolas Pinas is bezig met zijn PhD-onderzoek en vertelde tijdens het seminar over de manier waarop marronvrouwen hun rijst cultiveren. Haro Maat is hoofddocent aan de Universiteit van Wageningen in Nederland en concentreert zich op hoe voedselgewassen kunnen worden geïntegreerd in de lokale economie en ecologie. Ze hebben namelijk een hele belangrijke rol vanaf het meenemen van rijst van de kostgronden tot heden het planten van rijst en het oosten van rijst, het drogen van rijst. Zij geven ook de meeste rijstnamen. Vandaar dat je ziet dat rijst vaak gekoppeld is aan een vrouw. Zo heb je bijvoorbeeld Mapansa. Het is bekend dat zij rijst heeft meegenomen. Maar we hebben ook onbekende vrouwen, zoals Sapali en Saana, die gevlucht zijn van een plantage uit de Wayambo Creek. Maar we weten niet precies van welke plantage. We weten wel zeker dat ze een grote belangrijkheid hadden. Want zonder hun was marronage waarschijnlijk niet geslaagd. En dat is een hele belangrijke rol. We zien dat er enorm veel kostgrondjes zijn in het binnenland, waar we eigenlijk nog heel weinig van af weten. Zowel waar hun geschiedenis, maar ook hun systeem, ecologisch, landbouwkundig, maar ook maatschappelijk. En daar hebben wij een onderzoeksproject naar en de resultaten beginnen langzamerhand te komen. En we zien er naar uit om meer te publiceren en met iedereen te delen. De wetenschappers hopen de resultaten van hun onderzoek spoedig te delen.